Breda Nu. Je weet het meteen. Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Huub en dit is het weekoverzicht. In het weekend van 11 en 12 mei vond het eredivisietoernooi plaats van beachvolleybal op het Kasteelplein in Breda. Het is nog wel even bezig, want dit was de eerste van de 10 wedstrijden die elk gespeeld zullen worden in de centrums van de binnensteden van Nederland. Ja, je kijkt naar de beste beachvolleyballers van Nederland. Die spelen in de Eredivisie. En de Eredivisie, dat is een competitie over 10 speelronden. En dat wordt afgesloten met een Nederlands kampioenschap later dit jaar op het strand van Scheveningen. Ja, kijk, als het gewoon heel erg lekker weer is en je staat in het centrum van de stad, dan is het echt geweldig om een beachvolleybaltoernooi te organiseren. En het is gelukkig heel vaak zo in deze tijd van het jaar. Dus wij hebben altijd heel erg leuke sfeer bij ons evenementen. Ja, Breda Beach is een beachvolleybalvereniging. We staan uit 150 leden. We zitten bij de Wolfslab, bij het zwembad. Daar zitten wij. 20 jaar geleden zijn wij opgericht. En we zijn gewoon een leuke vereniging waar gewoon de breedte sport heel erg centraal staat. Maar daarbij we graag naar sport kijken, sport beoefenen, leuke competitie. Veel trainende leden en een gezellige vereniging. Dit jaar is het deel aan de Eredivisie natuurlijk, het wordt afgetrapt in Breda. Ja. Is dat voor jou natuurlijk iets speciaals, aftrappen in eigen huis? Ja, dat is natuurlijk echt heel vet. Sowieso gewoon heel deze locatie, maar ook echt leuk dat we gewoon in eigen stad kunnen spelen hier. Ja. Vorige week openden de stembussen weer voor de verkiezingen van leraar van het jaar. Kinderen konden kiezen op hun favoriete leraar of conciërge. En daarom vroegen wij de Bredana deze week, wie was uw favoriete leraar? Ik ben zelf altijd directeur van een basisschool geweest. Dus ik heb wel een juf, maar die is nu rond de 70. En dat vond ik altijd de beste juf die er was. En waarom? Omdat zij er eigen in kinderen in kon leven. Terwijl ze zelf helemaal niet getrouwd was. In problemen van kinderen, problemen van gezinnen. En heeft ze tot de laatste dag volgehouden. Gaat het om de basisschool of om de middelbare school? Maakt niet uit. Maakt niet uit, oké. Dan is mijn favoriete docent is meneer Berkhout. En meneer Berkhout is op dit moment nog steeds docent op het Mensiale Mendoza. Mijn favoriete docent op de middelbare school was mijn docent aardrijkskunde, mevrouw Van der Pol. En omdat zij eigenlijk haar les voornamelijk vulde met vertellen over de reisverhalen in plaats van ons per se vertellen over aardrijkskunde. En daar is ook wel een beetje mijn idee om geneeskunde te gaan studeren ontstaan. Omdat zij mij echt een arts vond en dat doe ik nu ook. Dus vandaar. Dat was denk ik meneer Lagendijk voor aardrijkskunde. En waarom? Ja, dat was altijd geweldige lessen. Die man die gaf heel goed les. Die stond altijd te springen voor de klas. Die heel vrolijk altijd. Goede lessen gaf hij. Ja. Leraar? Oh, oké. Ik dacht het was over die market. Maar ik denk mijn... Hoe noem je dat? History? Geschiedenis? Ja, die leraar was mijn favoriet, denk ik. En waarom? Die was gewoon heel leuk. En die had een heel goede manier om ons te vertellen wat er gebeurd is en zoiets. Sowieso mevrouw bouwmeester. Waarom? Nou, dat is onze mentor. En ja, ze doet het gewoon heel goed. En waarom doet ze het zo goed? Ja, ze helpt ons gewoon veel. De tekenleraar. Okay. Jan Willem heette die. Heet hij nog steeds, overigens. En dat was wel een hele leuke leraar op de middelbare school. Daar zijn we ook mee naar Terschelling geweest, bijvoorbeeld op schoolkamp. En die maakte er wel gewoon altijd een feestje van. Kun jij goed tegen vieze luchtjes? Of stink je zelf misschien een uur in de wind? Dan is een wandeling door het oude riool van Breda misschien wel iets voor jou. In het kader van het Week van ons Water heeft de gemeente het riool opengesteld voor bezoekers. Wil je zelf graag nog een kijkje nemen? Dat kan tot en met 19 mei. Ja, dat doen we al jaren. We doen al een enkele jaren de Week van het Water. En tijdens die Week van het Water verzorgen wij de rioolwandelingen. Okay. Is hier nou eigenlijk veel animo voor? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het misschien een beetje viezig vinden. Er is best veel animo voor. In het begin vinden ze het een beetje viezig, maar op een gegeven moment vinden ze het zelfs hartstikke leuk. De Week van ons Water is een promotieweek waarin wij één keer per twee jaar doen we het. Mensen echt bewust willen maken van riolering, water en alles wat daarbij komt kijken. Tegenwoordig is dat natuurlijk ook heel veel klimaataanpassingen. We weten allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. Het wordt allemaal wat warmer, wat extremer, wat droger. Maar als het regent, dan regent het ook ineens veel harder en veel intensiever.
Het riool kan dat dan niet allemaal aan en dus moeten we wat maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we het water tijdelijk ergens op kunnen slaan. Of zorgen dat het niet allemaal in het riool terecht gaat komen. Want we zitten nu hier onder de houtmapassage. Hier zitten we recht onder. Dus niet daarnaast, nee, echt onder het gebouw. Ik denk dat ze het spannend vinden. Want je kunt niet zomaar ergens in het riool om een wandeling te maken. Dus het is wel een bijzondere ervaring. De Week van ons Water is een week waarin wij de mensen daar bewust van willen maken. Dit jaar vooral heel veel aandacht voor kinderen. Omdat kinderen eigenlijk toch de ambassadeurs zijn om het richting hun ouders en dergelijke ook mee te vertellen. Dus als je de kinderen mee hebt, dan met wat geluk vertellen die dat ook door aan de ouders. En zo hopen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken en met het thema water en riolering. Vorige week startte Hersenletsel on Tour. Een fietstour georganiseerd voor mensen met een hersenletsel, door mensen met een hersenletsel. Wij waren ook deze week bij de finish op 14 mei bij revalidatiecentrum Revant. Vier jaar geleden toen hebben ze voor het eerst dus deze tour weer gereden. Ze hebben hem één keer eerder gereden in 2011. En vier jaar geleden had ik net een half jaar tot een jaar geleden mijn infarct gehad. En ik was weer aan het kijken wat er mogelijk was voor mij. En toen heb ik mij daarvoor opgegeven. En nu zijn jullie net teruggekomen. Hoe is het gegaan deze editie? Perfect. We hebben gewoon echt alle dagen goed weer gehad. We hebben een paar druppeltjes regen gehad. We hebben geen pech. Twee of drie lekke bandjes en ook geen ongelukjes gehad. En alleen maar goed fietsweer en een perfecte groep. Het was gewoon vanaf het begin af aan was het gewoon één net een op elkaar ingespeeld geheel. Ja. Bij alle revalidatiecentrums waar wij mochten overnachten, werd uitgebreid eten aangeboden. En 's morgens als we gingen, kregen we echt alles mee wat ze over hadden, denk ik. Heel de koelkast was bij hun leeg, weet ik zeker. En wanneer heeft u besloten om mee te doen aan deze tour? Eigenlijk is dat geleden, eigenlijk maar net het begin van dit jaar. Omdat ik een lotgenote bij mij in de dorp heb wonen in Oosterwijk. En die man die heeft al voor de vijfde maal meegefietst. En hij zegt tegen mij, jij moet volgende keer meegaan. Ik zeg, ik vind fietsen wel leuk, maar dat doe ik lekker bij ons in Oosterwijk door de bossen. Lekker rustig aan. Ja, zeg je, maar dit is veel leuker. Ja, dat komt dat je met zo'n groep bent. En je hebt allemaal eenzelfde letsel. Je kunt niet goed uit je woorden komen, je bent eerder vermoeid. Maar we worden gewoon allemaal behandeld als gelijk. En gaan jullie nu vandaag een beetje een feestje vieren? Ik weet niet of dat een feest zal worden. Ik denk vooral rust. Ja, uitrusten. Toch wel, ja zeker. En naast u staat een fiets. Kunt u daar wat over uitleggen? Ja, een van de dingen waarvoor wij fietsen is mensen weer proberen met een beperking, zeker met niet aangeboren hersenletsel, weer te laten bewegen en te laten sporten. En wij fietsen dus ook voor hulpmiddelen. Wij hebben daar zelf wel een aantal duofietsen voor aangeschaft. En sinds twee jaar hebben wij een loopfiets, dat is de A-linker. En die doneren wij aan de revalidatiecentra en de instellingen waar wij hebben mogen overnachten. En deze gaan wij dadelijk bij Revant schenken. Het was een sportieve week deze week. Afgelopen dinsdag vond namelijk ook de eerste editie van de hardloopvierdaagse plaats bij atletiekvereniging Sprint in Breda. Deelnemers hadden de mogelijkheid om elke dag 10,5 kilometer te lopen, zodat ze na vier dagen een hele marathon erop hadden zitten. Samen de eerste hardloopvierdaagse in Breda georganiseerd. Hoe is dat precies tot stand gekomen? Het is eigenlijk een idee waar we eigenlijk al best wel lang mee liepen en wel eens uitgesproken hebben ook. En toen hadden we op een gegeven moment zoiets van, dan moeten we het gewoon ook maar een keer gaan doen. Hè? Moet het er maar eens van komen. Ja. Maar dit is dus pas de eerste hardloopvierdaagse. Ik vroeg me af, hoe kan dat nou? Ja, het wordt sowieso niet zo heel veel gedaan. Natuurlijk, heel veel wandelvierdaagse zijn er wel. En in Amsterdam is er een hardloopvierdaagse, die ook deze week is toevallig. En die is al wat jaartjes. En daar zijn we eigenlijk een beetje door geïnspireerd. En toen hadden we zoiets van, dan moet hier in Breda ook zeker kunnen. Dus, Breda is een echte hardloopstad. We hebben hier zo ontzettend veel hardloopevenementen. Bijvoorbeeld ook dat Wings for Life, wat in alle landen van de wereld gebeurt, start in Nederland altijd in Breda.
En dan, ja, dan hoor je als hardloopstad ook zeker een hardloopvierdaagse te hebben. Ja. Waarom doen jullie mee? Voor de gezelligheid vooral, met z'n allen. Ja, het idee kwam van iemand uit de straat en die opperde het. Dus we zijn met een groepje vrienden uit de straat en we dachten, nou, dat gaan we gezellig met z'n zessen doen. Ja. En hebben jullie je er een beetje goed op kunnen voorbereiden? Hebben jullie hard getraind of zijn jullie al sportievelingen? Nou, we hebben niet heel hard getraind. Dus we gaan het gewoon doen. Ja. Hoeveel gaan jullie lopen? Bij elkaar de halve marathon. Okay. Ja. En hebben jullie nog een beetje supporters langs de zijlijn die jullie s'avonds een beetje komen aanmoedigen? Ja, dat moet nog blijken, maar niet dat we weten. Ja. Niet gepland. Er zijn twee afstanden die ze kunnen lopen. Ze lopen of vier avonden 5,3 kilometer of vier avonden 10,5 kilometer. En dan zul je zeggen van rare afstanden zijn dat, maar als je dat bij elkaar optelt, dan kom je na vier avonden precies uit op een halve marathon of een hele marathon, zeg maar. Dus en dat, ja, veel mensen vinden dat toch leuk. En voor hun, ook niet voor iedereen is het weggelegd om een marathon in één keer te lopen. En op deze manier kan het toch. Dus. Nou ja, we hadden gemikt op 100 deelnemers. Dan hadden we al zoiets van, wauw, als we dat halen zou echt tof zijn. En nou ja, het zijn er 400 geworden uiteindelijk. Dus dat was een klein beetje positief uit de hand gelopen eigenlijk. Ja. En hebben jullie je een beetje goed voorbereid op de vierdaagse? Ja, we trainen sowieso allemaal twee keer in de week, dus dat is eigenlijk de voorbereiding. Eigenlijk voor jullie gewoon al makkie. Nou, we moeten wel in een bepaalde tijd binnen zijn, dus dat wordt de vierde dag denk ik nog wel een dingetje. En wat vinden jullie er nou van dat dit zo'n eerste editie is hier zo, dat het nieuw is? Ja, ik denk dat het gewoon een heel goed initiatief is van Run Today en ik hoop gewoon dat we het elk jaar doen. Het is gewoon een leuke activiteit om met z'n allen te doen in ons eigen mooie Breda. Dus. Breda is een hoop muurschilderingen rijker. Afgelopen week is namelijk een tentoonstelling geopend, verspreid door de stad, genaamd de Blind Walls Gallery. Bestaande uit allerlei verschillende muurschilderingen met elk een verhaal. Heb jij er al een gezien? Ja, deze schildering is gemaakt door Colin van der Sluis, Super E en Rutger de Molen. Dus drie artiesten die samen hebben gewerkt. En ja, zoals je al ziet, er is een hele grote rat zit erin. En de rat staat natuurlijk symbool voor ziekte en voor met name de pest. En vroeger, heel lang geleden, waar we hier nu staan, was hier een begraafplaats van de Sint-Jooskapel. Die zie je daarachter aan de Ginnekenstraat. Je moet je voorstellen dat alle pestslachtoffers die in Breda vielen, werden hier begraven. Ja, deze schildering is dus gemaakt door een Bredanaar, Hedhoff. En deze schildering hebben we samen gemaakt met Greenpeace. Het is onderdeel van een wereldwijd project waar ze muurschilderingen maken om mensen bewust te maken van houtkap in het regenwoud. Maar wij dachten, ja, we moeten wel een verbinding hebben met Breda, dus zijn we op onderzoek gegaan. Toen zijn we erachter gekomen dat hier vroeger allemaal grote houtloodsen stonden, waar juist dat hout wat in tropische regenwouden werd gekapt, hierheen werd gebracht. Deze schildering is gemaakt door twee ontwerpers, Thomas en Jurgen. En ik vraag altijd mensen om te lezen wat er staat en dan probeer te raden waar de schildering van gemaakt is. Maar aan de tekst ga je bijna nooit achterhalen, maar misschien wel aan de stijl. Deze schildering is gebaseerd op Vincent van Gogh. En Vincent van Gogh heeft hier heel even gewoond met zijn moeder, hier ergens in het gebouw. En toen is Vincent van Gogh naar Frankrijk gegaan, toen heeft hij al zijn schetsen achtergelaten, omdat hij die niet mee kon nemen. En toen zijn die schetsen uiteindelijk via verloren gegaan. En die krat met schetsen die Vincent van Gogh hier heeft achtergelaten, is eigenlijk het belangrijkste werk van Vincent van Gogh, wat nooit is teruggevonden. En er is laatst één schets van teruggevonden en die is echt voor 2 miljoen geveild of zo. Dus als ze die schetsen hier hadden bewaard, hadden ze heel, heel veel geld gehad. De kinderen van nu zijn de initiatiefnemers van de toekomst. Ze ook op het gebied van klimaat. Het is daarom belangrijk dat wij ze instrueren hoe ze op de beste manier met het klimaat kunnen omgaan. Afgelopen donderdag, 16 mei, werd daarom een klimaatexperience georganiseerd bij de Future Dome. We zijn hier omdat 1100 kinderen eigenlijk geïnformeerd worden over wat er belangrijk is in het klimaat. Maar wat ik nog eigenlijk veel mooier vind is dat zij ideeën hebben over hoe hun toekomst eruit komt te zien. En dat ze die ideeën hier ook met ons delen, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. En hoe vindt u het hier nu? Ja, het is natuurlijk super sfeervol. Het is heel mooi om al die kinderen hier enthousiast te zien. Die heel erg goed hebben geluisterd naar de presentaties die er zijn gegeven. Onder andere van Kuipers. Ze luisteren heel erg. Ze zijn heel erg betrokken bij het onderwerp. Maar ze kunnen gelukkig in de workshops ook echt zelf aan het werk om na te denken over of te zeggen van wat zij voor goede ideeën hebben. Maar ook wat voor vragen ze daar hebben. Wat voor twijfels er zijn. Eigenlijk mag het er allemaal gewoon zijn om er slimmer van te worden. Zij worden er slimmer van, maar wij worden er vooral ook heel
heel veel slimmer van. Dit evenement is tot stand gekomen uit een eerder evenement wat Klimaatstroom Zuid heet. Waarbij we met 800 bestuurders en volwassenen gezeten hebben een jaar geleden op 4 juni 2018. En toen merkten we dat eigenlijk niet alleen volwassenen belangrijk zijn, maar juist ook kinderen. En dat zien we in de rest van de afgelopen maanden ook met klimaatstakingen. De jeugd heeft de toekomst en dat heeft er eigenlijk toe geleid dat we samen met hun zo'n evenement willen organiseren. Nou Klaas, je bent hier vandaag bij de Klimaat Experience. Waarom ben je hier? Ik ben gevraagd om de dag te begeleiden, dus de sprekers aan te kondigen, als er vragen zijn, dat een beetje te sturen. Dat heb ik vandaag gedaan. En bevalt het een beetje? Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik bedoel, we zijn hier met heel veel gasten bij elkaar. Heel veel kinderen die ook al eerder hebben aangegeven, we maken ons druk over het klimaat. Dat kom ik ook meer tegen in mijn werk. Maar je merkt soms ook dat het best lastig uit te leggen is van, ja, maar wat is er nou precies aan de hand? Wat moeten we er dan aan doen? Dit was het alweer voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Of hoe wij het op zijn Brabant zeggen, houdoe. Breda Nu. Je weet het meteen.